Hi allemaal en welkom terug bij een van mijn Harry Potter vrijdag video's. Vandaag ben ik er met een unboxing van een Noble collectie replica en ik heb er super veel zin in. Vandaag gaan we namelijk samen de replica unboxen van de Phoenix. Deze wil ik echt al een ontzettende tijd. Maar dit is er eentje die wel een beetje aan de prijzige kant zit voor de replica's. Hier zo heb ik €150 voor betaald. Niet zelf, want ik heb hem betaald met een waardebon van bol.com. Dus ik heb hem van bol.com. Ik zal hem hieronder ook linken mocht je interesse hebben. Maar ik zal je meer aanraden om ergens anders te bestellen. Bij echt een website die zeg maar gespecialiseerd is in Harry Potter Noble Collectie replica's. Want op die manier betaal je minder. Bol.com is vaak wat duurder als het gaat om daadwerkelijk replica's. Maar ik zal natuurlijk wel gewoon linken waar ik hem vandaan heb. Maar in deze video gaan we hem dus samen openen. Gaan we kijken van hoe ziet hij er nou uit? Is het het waard? Is het het geld waard? Is die mooi? Ik moet zeggen, ik heb er echt heel erg veel zin in. Dit is er eentje die ik al heel erg lang wil. En ja, ik had een beetje als een teaser achtergelaten in de bol.com shoplog. Maar vandaag in deze vrijdag Harry Potter video gaan we hem samen openen. Voordat we dit gaan doen, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu samen gaan unboxen. Dan gaan we verplaatsen naar mijn bureau en samen openen. Nou, hier zo zijn we dan op mijn bureau. Ik heb mijn schaar al, dus ik ben een keer goed voorbereid. Ik zie wel dat ik hem verkeerd om heb liggen. Er staat duidelijk op, dat doet de Noble collectie, is altijd heel fijn. Open other end, zodat je goed kan zien dat je niet de replica per ongeluk laat vallen. Ik ben echt ontzettend benieuwd, jongens. Dus laten we maar gewoon gelijk openmaken. We worden begroet door een blok piepschuim. Als je mijn kanaal al langer kijkt, dan weet je dat de Noble Collectie eigenlijk altijd zijn replica's in een berg piepschuim doet. Wat heel erg fijn is. Want daardoor, ik heb letterlijk nog nooit een Noble Collectie replica ontvangen die beschadigd is. Dus daarvoor krijgen ze sowieso een 10 uit 10 voor mij. Nu gaan we deze piepschuimblok eruit schuiven. Dan gaan we nu deze openmaken. Dit is altijd wel het gedeelte dat je eventjes goed moet opletten dat je niet te diep gaat met de schaar. Want je wil natuurlijk niet je replica beschadigen. Daar komt hij. Tada. Hij had dus ook nog schuim erin zitten wat heel erg fijn is. Oh my god, hij ziet er nou al zo cool uit. Oké. Okay. Ik zie trouwens nu pas dat er dit boekje is uitgevallen. The Noble Collection Creators of Finely Crafted Treasures. En dit is wel echt oprecht heel erg tof. Er zit echt een boekje in met allemaal replica's. Hoe vet is dit? Dit is er trouwens nog eentje die ik echt heel, heel erg graag wil. Maar deze is duur, jongens. Volgens mij zit die rond de 350 of 399. Super duur. Maar hierin kan je dus een beetje zien wat de Noble Collectie allemaal maakt. En ja, wat ze allemaal maken is bijna allemaal super, super mooi. Dus dit is wel echt heel erg leuk. Kun je doorheen kijken, kijken wat ze allemaal hebben. En kun je kijken van, hé, wat zou ik nog graag in de toekomst willen verzamelen. Ook zien we hier dingen van The Hobbit en DC instaan, want dat doet de Noble Collectie ook gewoon. Maar deze krijgen we er dus bij in. Ik liet het heel eventjes zien, want ik heb deze nog nooit bij een replica erbij in de doos gehad. Dus dit vind ik wel heel erg leuk. Oké, maar dan gaan we nu naar waar het daadwerkelijk natuurlijk om gaat, deze video, de Phoenix replica. Zo te zien komt hij dus in twee delen. We krijgen de stand en de Phoenix los en moeten we zelf in elkaar zetten. Zal makkelijk zijn, want ik zie geen omschrijving. Dus laten we deze allebei eruit halen. Nou, zoals je al kunt zien is dit een metalen beest. En ik moet zeggen, hij is ontzettend zwaar. Ik had niet verwacht dat hij zo zwaar zou zijn. Maar deze eindigt in twee pinnen. En zoals je kan zien aan de onderkant van deze zitten twee gaatjes. Die we er dus perfect in kunnen plaatsen. Ik moet zeggen, hij ziet er echt intens goed uit. We gaan het zo hebben over alle details die me al gelijk opvallen. Maar laten we hem nu dus heel eventjes bevestigen aan de beest. Nou, zoals je kon zien schoof hij er echt super makkelijk in. En ik moet zeggen, hij zit nu ook wel echt goed vast. Dus het is niet alsof hij wankel staat. Dus dat is echt heel erg fijn. Laten we het heel eventjes eerst hebben over de stand waar Phoenix op zit. En ik moet zeggen, deze is echt insane. Ik hoop dat het overkomt op de camera. Maar hij heeft echt super, super veel details erin zitten. Het is eigenlijk niet normaal. Er zitten allemaal kleine detailtjes in de zin van hoe het is uitgesneden. Het heeft allemaal bolletjes details erop. Op zitten hier zo in de lijnen die er overheen lopen, ook helemaal aan de buitenzijde. Het is dus
echt metaal. Het is echt zwaar. Het is goud gespoten, denk ik. Maar het ziet er echt gorgeous uit. En ik moet zeggen, ik heb meerdere replica's. In de zin van, ik heb bijvoorbeeld ook de drinkbeker van Dumbledore. Die heeft in de grote zaal. En die is bijvoorbeeld niet echt van dit soort metaal. Hij voelt helemaal niet zwaar. Hij voelt goedkoper aan, als ik heel eerlijk ben. En ik merk al gelijk, deze is dus wel duur. Maar ik merk het meteen in de materialen. Hij is namelijk echt ontzettend zwaar. Ziet er super mooi uit. En dit komt dus ook gewoon echt terug in de base. Terwijl het allerbelangrijkste natuurlijk aan deze replica is de Phoenix zelf. Dus ik had niet verwacht dat deze zo zwaar en gedetailleerd zou zijn als dat hij is. Dus daar ben ik heel aangenaam door verrast. Maar laten we dan nu gaan naar de Phoenix zelf. Ik moet zeggen, een van de dingen die ik zelf iedere keer het minste vond aan de Phoenix. En dit is er echt gewoon eentje die super persoonlijk is. Is zijn blik. Hij kijkt namelijk een beetje fel. Hij kijkt alsof iemand in de hoek zijn eten aan het opeten is of zo, en dat hij daar boos om is. Dat is de blik die hij zeg maar geeft. Terwijl Phoenix is in de films en de boeken natuurlijk wel een mooi en ook gewoon liefhebbend wezen en een goed wezen. Dus ik had liever gehad dat hij iets zachter zou kijken persoonlijk. Dat is letterlijk het enige kritiek wat ik kan geven op dit beeld. Maar voor de rest is hij echt insane. Hier zo hebben jullie dus heel even een close-up van het hoofd. Kun je zelf zien. Ik ben heel erg blij dat hij zo goed verpakt kwam, want hij heeft super veel kleine details. Een van die voorbeelden daaraan is de tong. Die is toch echt wel heel erg fragiel en klein. Volgens mij is Phoenix zelf gemaakt van iets van steen of zo. In elk geval zou ik hier niet mee gooien. Ik denk dat je niet van plan was, maar ik zeg het toch eventjes. Hij ziet er ook echt wel uit alsof je makkelijk iets kan afbreken, omdat hij zoveel kleine dingen heeft. Zoals bijvoorbeeld de veren op zijn hoofd die losstaan. Als je kijkt naar die veren, dit zijn ook wel van die dingen die je er makkelijk af kan tikken. Dus dit is er eentje die je lekker gewoon een mooie plek moet geven in je collectie, veilig neerzetten en niet aan moet komen vooral. Toch wel een van mijn favoriete dingen is gewoon überhaupt het detail in de Phoenix. Want zoals je kan zien, letterlijk aan de binnenkant zelfs van de vleugels, delen die je gewoon niet zo goed kan zien, zijn zo ontzettend gedetailleerd. Letterlijk alle veertjes zijn gewoon echt gesneden lijkt het haast als veertje. Het is niet normaal hoeveel detail deze replica heeft. In dat opzicht, weet je wel, begin ik meer de prijs te snappen. Dit is er eentje die ik maar één keer in het echt heb gezien. En dat was in een vitrine. Dus ik heb nooit het volle effect van deze gehad. En toen zelfs dacht ik al, deze wil ik heel graag in mijn collectie hebben. En nu ik hem voor me heb en echt heb uitgepakt, kan je pas echt zien hoeveel detail die heeft. Zo bijvoorbeeld ook, dit is maar gewoon even iets kleins om op te noemen, zijn alle nageltjes die eraan zitten. Kijk hoe klein, hoe fragiel. Ik moet zeggen, ik word een beetje nerveus van dat ik deze straks naar beneden moet tillen om in mijn collectie te zetten. Jongens, echt waar. Dit is echt qua detail een van de beste replica's die ik op dit moment in mijn collectie heb. Noble Collectie staat er sowieso wel onbekend dat ze echt hun best doen voor replica's. Dat het echt zoveel mogelijk lijkt op het echte. En ze doen echt hun moeite voor details. En dat merk je hier echt wel aan. Aan de schildering, aan de details, aan de kleine dingetjes. Alles zit erop en eraan. En ik ben heel dankbaar dus dat hij zo goed verpakt kwam. Want alles is heel erg klein en fragiel ook. Dus kijk, ik begrijp dat sommige mensen dit bedrag zullen horen van €150 voor een beeld. Dat mensen denken van wow, dat is veel geld. Maar kijk, dit is ook geen speelgoed. Dit is echt voor de verzamelaars. Als jij een mooie prop wil van de film die echt heel erg goed lijkt, is dit een prachtig item. Ik denk ook wel merendeel van de mensen die zoeken naar Harry Potter unboxing video's en dol zijn op mijn Harry Potter content, dat ook zelf natuurlijk wel weten. Maar hou dat natuurlijk in je achterhoofd. En ik vind bij deze echt de prijs waard voor wat het is. Ik heb wel eens in het verleden een paar replica's gehad waar dat niet 100% was voor de prijs die je betaalde. En bij deze kan ik daar niks negatiefs over zeggen. Dus dat is eigenlijk mijn eindoordeel. Ik ben heel, heel erg blij. Ik kan niet wachten om hem in mijn collectie te zetten. Hij is prachtig. Ik hoop dat het overkomt ook op de camera. Want ja, ik ben helemaal happy persoonlijk. Nu ik toch heel eventjes jullie aandacht heb, zou ik heel erg graag willen weten, is er nog een Noble Collectie of überhaupt gewoon een Harry Potter replica die je heel erg graag zou willen zien in een van mijn video's? Laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. En wie weet, unboxen we dan deze samen binnenkort in een Harry Potter video op de vrijdag. Nou, dat was het dan voor deze unboxing. Laat mij vooral hieronder weten, wat is jouw eindoordeel? Vond je deze waard? Vind je deze replica cool? Zou jij hem zelf kopen? Zou je hem zelf willen voor je collectie? Laat het mij vooral hier zo onder weten in de reacties en geef natuurlijk eventjes een duimpje omhoog als je daar bent. Verder wil ik dit moment heel eventjes nemen om mijn TikTok te pluggen, want op mijn TikTok ben ik ook heel erg veel bezig met Harry Potter content. Dus als je houdt van Harry Potter, neem dan zeker ook even een
kijkje op mijn TikTok. Is hetzelfde als mijn YouTube naam. En ja, wie weet vind je dat ook leuk om te kijken als je van TikTok houdt. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccounts, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt. En wie weet zie je zelfs nog wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat er al een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende vrijdag Harry Potter video. Doeg! Bye!